Op donderdag 13 augustus hebben de VOS-scholieren en leerlingen hun uitslag gekregen. De First Lady Melissa Santokki was er ook bij. Ik heb de eer gehad om met haar te praten. First Lady, de VOS-scholen hebben vandaag hun uitslag gekregen. U was ook aanwezig op een van de scholen. Kunt u ons daar meer over vertellen? Vandaag hebben alle VOS-studenten hun uitslag gehad. Een jaar hard werken. Sorry. Jaren hard werken is vandaag beloond. Ik mocht vandaag op Lico 1 een klas persoonlijk toespreken op uitnodiging van Stichting Motiva. Dit hebben we natuurlijk gedaan onder strikte naleving van de COVID-protocollen. En heel eerlijk had ik langs alle scholen willen gaan om jullie allemaal te feliciteren, maar dat is echter niet mogelijk. Daarom deze videoboodschap, zodat ik jullie allemaal toch kan toespreken. Ondanks de COVID-19 situatie hebben jullie je kunnen aanpassen. En ik ben daarom heel erg trots op wat jullie hebben neergezet. Jullie hebben laten zien dat eigen inzet, vertrouwen en motivatie het verschil kunnen maken. Natuurlijk is elk schooljaar bijzonder. Dat meen ik. Maar dit jaar, ja, we gaan er samen doorheen. Dit jaar is heel bijzonder. Dus vanuit deze plek wil ik jullie van harte feliciteren met deze mijlpaal. Er is een groep die een herkansing heeft. Tegen jullie wil ik zeggen, zet je nog even in. Dan is er een groep die het jaar over moet doen. We weten dat het een moeilijk jaar is geweest en we weten niet hoe lang dit zal voortduren. Maar let's do this. Ga gemotiveerd aan de slag. First Lady, u bent afgelopen weekend ook in Guyana geweest. Heeft u iets daarover te vertellen? Ja, dat klopt. Afgelopen weekend ben ik met de president en de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking op staatsbezoek geweest naar Guyana. Een van de belangrijke momenten vond ik de ontmoeting met de Canadese ambassadeur. Die heeft mij verteld dat Surinaamse studenten in Canada het zeer goed doen en zelfs de universiteit vertegenwoordigen op verschillende podia. Ik ben trots op onze Surinaamse studenten die het zo ver geschopt hebben. Waar er een wil is, is er een weg. Geef niet op, volg je hart en wees een doorzetter. Oké, dat is fijn te horen dat die studenten het heel goed doen. Wat zijn uw plannen met betrekking tot onderwijs in Suriname? Mijn team is bezig om na te denken. Hoe we invulling kunnen geven aan het doorontwikkelen van vaardigheden. Want met behulp van het doorontwikkelen van vaardigheden wil ik studenten die op de arbeidsmarkt terechtkomen beter voorbereiden op de praktijk. De praktische ervaring zijn belangrijk voor een kundige uitoefening van elke functie. Ik wil ook inspelen op de moderniteit van de samenleving. Binnenkort kom ik met een concreet plan hierover. Wat ik wil is gelijke kansen creëren voor ieder kind. First Lady, dank u wel voor dit moment. En kijkers, tot de volgende keer.